Ik wil graag het ambtsgebed uitspreken en verzoek voor zover dat kan te gaan staan. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik verzoek u weer te gaan zitten. En ik open deze buitengewone raadsvergadering. Er hebben zich een aantal raadsleden afgemeld. Dat is mevrouw Abink van het GBT. Dat is de heer Klinkhamer van het CDA. Dat is de heer Elsiga van het GBT. En de heer Van der Kozijnen van D66. En de heer Kelder komt later. Ik kijk even de raad rond. Dan heb ik dat goed onder woorden gebracht. Ik heet u van harte welkom, raad, college. U ook op de tribune. En ook als u meekijkt, meeluistert. Van harte welkom bij deze buitengewone raadsvergadering. Ik ga naar agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. Wenst iemand hierover het woord? Dat is niet het geval. Ja, wenst iemand stemming? Dat is een logische vraag die ik altijd moest stellen, ook niet, ga ik vanuit. Dan is de agenda conform het voorstel vastgesteld. En kom ik bij agendapunt 3, dat is het toezicht zoals het op de agenda staat, provincie Overijssel. Wie kan ik het woord geven? De heer Paters van het GBT, aan u het woord. En ik ga gewoon de hele rij zo rond. Ja, ik ga zo voor de heer Paters linksom en dan krijgt u allemaal, komt u aan. De heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, toen na de behandeling van de programmabegroting en de amendementen die wij daar vastgesteld hebben in meerderheid, duidelijk werd dat de provincie voornemens was preventief toezicht op te leggen, hebben wij als presidium, maar ook met leden van het college, de rit naar Zwolle gemaakt om daar in een hoorzitting met valide argumenten te bepleiten waarom wij vonden en vinden dat van preventief toezicht geen sprake kon zijn. De gedeputeerde toonde zich doof voor onze argumenten. Iets wat ik nog steeds niet begrijp en wat ik in hoge mate betreur. Want als je kijkt waar het over gaat op een begroting van 80 plus miljoen euro, dan zou je bijna zeggen het zijn peanuts. En dat is ook zo. Desalniettemin hebben wij toen wel de toezegging gekregen, u mag aan de slag en als u met iets komt, dan gaan we dat bekijken. En als dat lukt, dan kunnen wij overwegen en dan zullen wij overwegen het preventief toezicht voor de gemeente Twenterand eraf te halen. En zo geschiedde. En dat heeft geleid tot het voorstel zoals dat er nu ligt. En als je daarnaar kijkt, dan zou je kunnen zeggen van nou, de meeste dingen daar zou je wel mee in kunnen stemmen. Maar er zijn ook een aantal pijnpunten in het voorstel zoals het er nu ligt. Ik noem ze, voorzitter. Met name de verhuur van gemeentelijke gebouwen ter grootte van 50.000 euro structureel. Als je daarmee instemt, dan bekruipt mijn fractie het gevoel alsof wij ook al instemmen met verdere plannen voor de verbouwing van het gemeentehuis. Wij komen daar later vanavond nog op te spreken. Sociaal domein, daar zit voor ons het grootste pijnpunt. Iets waar wij niet voor gekozen hebben, iets waar we ook heel weinig aan kunnen doen. Of de camper moet alsnog naar Den Haag. Maar met name, voorzitter, de maatregelen die voorgesteld worden bij sport en de OZB-verhoging liggen bij onze fractie, bij mijn fractie, nou, niet goed.
Wij hebben tijdens de behandeling van de programmabegroting heel bewust en in meerderheid gezegd dat wij de 50.000 euro die toen al voorgesteld werd, dat wij die uitstelden omdat er geen sprake was van een sportvisie. Die zou nog komen. Er zou gesproken moeten worden en dat moet nog steeds over het accommodatiebeleid en ook over de tarieven. Alles vanuit het alleszins redelijke en enig juiste principe dat geld beleid volgt en niet andersom. Wij waren dan ook verbaasd dat wij dit voorstel toch terug zagen komen. Wetend, college, dat wij hier met z'n allen nog over zouden willen spreken. Wetend dat dit de lijn is die deze raad gekozen heeft. Geld volgt beleid en niet andersom. De OZB-verhoging, voorzitter, die hebben wij voor het komend jaar teruggedraaid. En we hebben daarin de ruimte gelaten om te kijken of er wellicht iets aan de OZB gedaan zou moeten worden. Of er wellicht. En dat is, zoals het ook in het amendement dat destijds door collega Kerkdijk is ingediend en door ons gesteund is, zoals dat er stond. U vraagt nu van ons in te stemmen met een structurele OZB-verhoging vanaf 2019. En laat ik over één ding glashelder zijn, en wie er ook meekijkt en wie er ook meeluistert, de OZB en de hoogte daarvan, daarover gaat deze raad. Als hoogste orgaan van de gemeente bepalen wij met z'n allen in meerderheid of wij de OZB willen verhogen, of wij dat geoormerkt willen doen om bijvoorbeeld een gat in het sociaal domein te dichten, of wij dat niet willen doen. Wij gaan daarover. Alles overwegend, voorzitter, en kijkend ook naar de wijze waarop dit voorstel tot stand gekomen is, waarop wij naar de smaak van mijn fractie wat weinig betrokken zijn bij de totstandkoming ervan, krijgen wij het gevoel, en dat staat ook met zoveel woorden in het raadsvoorstel, en ik pak het er even bij. Even bladeren. Daar staat bij de kanttekeningen onder punt 1, niet instemming met concretisering van één of meer maatregelen, leidt niet tot omzetting van preventief toezicht naar repressief toezicht. Oftewel, hier ligt een voorstel in de categorie slikken of stikken. En het moet mij van het hart, voorzitter, dat dat bijzonder slecht voelt. Bijzonder slecht, niet alleen door wat er nu ligt, maar ook door de opstelling in deze van de provincie. Want er is nul ruimte geboden om met andere maatregelen te komen. Er is nul ruimte geboden om op een andere wijze het structurele tekort wat de provincie ziet en waarom preventief toezicht is opgelegd, om op een andere wijze dat in te vullen. En ik vind dat een opstelling die getuigt van starheid. En die starheid is niet de mijne, is niet de onze en zal dat ook nooit worden. En als je op deze manier als toezichthouder met een raad omgaat, dan vind ik dat een zeer kwalijke zaak. Want waar is dan de dialoog? Waar is vanuit Zwolle dan het gevoel en dat je ook het gevoel krijgt als raad van wij begrijpen waar uw pijn zit. Wij begrijpen, en we hebben het ook in de hoorzitting heel duidelijk uitgelegd, wij begrijpen dat u in een situatie gebracht bent op het sociaal domein waar u part nog deel aan hebt. Niets van dat alles. Nul begrip. Het enige is, als u instemt met wat er nu voor ligt, dan halen wij het preventief toezicht eraf. En dat kan niet het geval zijn. Ik vind dat een verantwoordelijke toezichthouder ook mee moet denken en mee moet bewegen met een raad die worstelt met de tekorten die er zijn, die ook ziet dat wij daar moeite mee hebben, die ook ziet dat zwakkeren in onze samenleving hierdoor in de knel komen, dan had ik van de provincie een opstelling verwacht die recht doet aan de problematiek waar Twenterand met name op het sociaal domein mee kampt. Die opstelling is er niet en ik betreur dat. En dat betekent, voorzitter, dat als er niets verandert en als er ook geen bewegingsruimte komt vanuit Zwolle, wij onze steun aan dit voorstel zullen onthouden. Dan zijn wij tegen. Als er geen ruimte komt. Dat was het in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, de heer Paatsen. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Paters zei het al, we hebben vorig jaar met elkaar de begroting in deze raadzaal vastgesteld. En vervolgens kregen wij in december te horen dat wij als gemeente Twenterand onder het preventief toezicht werden gesteld. Laat ik beginnen om te zeggen dat de Partij van de Arbeid niets anders en liever wil dan dat wij van het preventief toezicht af willen. Waarmee er weer ruimte komt om ook voorstellen te doen in deze raad
En met elkaar ook keihard te werken aan het sociale domein en te kijken of we daar zaken kunnen verbeteren. Daar hebben we met elkaar ook als raad een uitspraak over gedaan. Dat we dat, zo is het ook gezegd, schouder aan schouder gaan staan om dat voor elkaar te gaan doen. We hebben ook een krachtig signaal richting de provincie afgegeven dat we dat ook willen. Want we vonden met elkaar toch ook, laat dat ook helder zijn, dat wij vonden dat we onterecht onder het preventieve toezicht zijn gesteld. En dat we daar met elkaar juist wel vonden dat we daar een goede richting aan hadden gegeven, ook in de meerjarenperspectief. Want daar ging het uiteindelijk om. Hè? Laten we ook duidelijk zijn, de begroting is goedgekeurd. Maar de meerjarenbegroting, daar waren vraagtekens voor. Daarvan hebben we met elkaar gezegd, college, gaat u daarmee aan het werk en kom met een voorstel hoe dat verder uitgewerkt kan worden. Die maatregelen staan nu in dit collegevoorstel en die zijn verder geconcretiseerd. De Partij van Arbeid heeft daar wel een aantal vraagtekens bij, een aantal kanttekeningen. Dat is allereerst de verhoging van de OZB, de structurele verhoging. De motie die aangenomen is, daarin werd aangegeven van wij gaan het op een andere manier dekken voor 2018. En we vragen aan het college om naar alternatieven te kijken. Ik zie in dit raadsvoorstel in ieder geval niet genoemd dat er naar die alternatieven gekeken is en waarom die alternatieven niet zijn opgenomen. Ik zou graag van het college willen horen of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. En daarbij kan ik u alvast wel zeggen, als het zo is dat die OZB verhoogd zou moeten worden, dan vinden wij dat die ook ten alle tijden ten goede moet komen aan de tekorten van het sociale domein. En dat die geïnvesteerd moet worden in het sociale domein en dat die daar ook terug moet komen. Dan de denklijn van de voorzieningen. Als je kijkt naar het voorstel en ook weer kijkt naar de programmabegroting, dan zie je dat deze denklijn het meest concreet is uitgewerkt. En dan gaat het vooral over de kostendekkendheid van de sport. De heer Paters zei het ook al, nog niet zo lang geleden hebben wij met elkaar een motie aangenomen waarin we zeiden we willen eerst de visie vastleggen en op basis van de visie willen wij aan de slag gaan met de uitwerking daarvan. Middelen volgen visie en middelen volgen beleid. En nu moeten we met elkaar, terwijl vanavond er ook nog een ander agendapunt is waar we het juist hebben over die visie, gaan we nu al besluiten nemen of denklijnen concretiseren waarbij we al invulling geven daaraan. Het lijkt ons niet de goede volgorde. Ten derde gaat het over de opbrengst van de 50.000 euro nadat dit huis is verbouwd en aan huurpenningen structureel gaat krijgen. Daarbij staat in het raadsvoorstel, als ik het goed heb begrepen, dat als wij hier met elkaar niet positief over besluiten, dat die 50.000 euro niet gehaald zal gaan worden. Ik moet zeggen, de heer Paters noemde dat slikken of stikken. Ik noem dat we worden voor het blok gezet. Komt op hetzelfde neer. Dat betekent wel dat als wij vanavond tegen dit raadsvoorstel ja zeggen, maar bij een volgend raadsvoorstel wat gaat over die verbouwing nee zeggen, dan gaat het preventieve toezicht er alsnog niet vanaf. Althans, zo heb ik het begrepen. Lijkt me ook niet juist in de verhoudingen tussen provincie enerzijds en de raad anderzijds. Al met al hebben wij toch wel de nodige kanttekeningen bij dit raadsvoorstel. En wij zouden graag aan het college vragen om allereerst antwoorden te geven op de vragen die nu gesteld worden. Maar ook te kijken of er toch niet wat meer ruimte is om naar aanleiding van het raadsdebat van nu te kijken of toch ook met de provincie gekeken kan worden hoe wij hier met elkaar verder mee omgaan. Want dat het voorstel wat nu ligt op dit moment niet alle steun krijgt en op dit moment ook nog niet van ons, dat mogen duidelijk zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ondanks waarschuwingen vanuit het provinciehuis is het college er niet in geslaagd een begroting in te dienen die geaccepteerd zou worden door provinciale staten. Dit nemen wij als VVD het huidige college kwalijk, maar ook de provincie, die onwillig is omdat het hier gaat om een relatief laag tekort dat in het sociale domein is ontstaan en ook gezien de enorme uitdaging waar Twenteland hiervoor staat. Na kortzachtig overleg wordt er nu voorgesteld door het college en provinciale staten om alsnog de voorgestelde zoekrichtingen te concretiseren zodat de toezichtsvorm kan worden gewijzigd.
Daarbij wordt aangegeven dat alle voorgenomen maatregelen geconcretiseerd moeten worden, anders zal de toezichtsvorm niet wijzigen. Wij voelen ons hierbij ernstig onder druk gezet, omdat we eigenlijk geen keus hebben. De VVD houdt dan ook bij haar beslissing rekening met de volgende overwegingen. Alle voorgestelde maatregelen worden weliswaar geconcretiseerd, maar kunnen in de komende periode door de Raad alsnog worden aangepast. Het kabinet en de VNG hebben enkele dagen geleden overeenstemming bereikt om extra 200 miljoen vrij te maken om tekorten weg te werken zoals die leven bij gemeenten zoals Twenterand. Wij gaan ervan uit dat daarmee ook een groot deel van de tekorten van Twenterand zullen worden afgedekt. Daarmee komt er wellicht wat ruimte om voorgenomen maatregelen te beperken. Wij willen het liefst zo snel mogelijk van de huidige toezichtsvorm af om een nieuwe raad en een nieuw college niet extra te belasten. We verwachten dat het nieuwe college er alles aan zal doen om een betere begroting in te dienen en de huidige aan te passen. Daar laat ik het voor eerst bij, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, een toch wel complex onderwerp. Ik moet wel zeggen, voor ons als raad heeft het, en dat mag ook gesteld worden, wel geleid tot een eenheid. Een eenheid die we op 7 november gestart zijn met de behandeling van de begroting, die we eigenlijk met wat opmerkingen in raadsbreed hebben vastgesteld. Wij zijn daarna, toen het probleem rond de preventieve ondertoezichtstelling daarboven kwam, op 5 december als eenheid naar Zwolle gegaan. En tot nu toe is die eenheid nog steeds aanwezig. Ik denk dat het goed is dat nogmaals te bevestigen. Dat is goed voor deze complexe problematiek. Inhoudelijk. Als we kijken naar het model wat het college gekozen heeft, en met name de 4 denklijnen, kijken naar voorzieningen, kijken naar renderende en vitale netwerken, kijken naar eigen kracht en kijken naar benutten van de financiële mogelijkheden, is dat wat ons betreft een werkbare vorm. Respect voor de ontwikkelde structuur, dat wel. Echter, wanneer we kijken naar de invulling, en dat is door de vorige sprekers ook al aangegeven, ligt het wat toch lastiger. Met name het onderwerp spottarieven is tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november uitgebreid aan de orde geweest. Ja, daar hebben we moeite mee, 50.000 euro korting. De OZB-verhoging, 100.000 euro, daar hebben we ook moeite mee. En nogmaals, dat is zo even door collega Reusk al aangegeven. Zou er een harde verbinding gelegd zijn met het sociaal domein, dan kun je daar nog wat van vinden. Maar die harde verbinding, ja, als je goed leest staat er wel iets van in, maar die is niet echt aanwezig. Dus ook daar hebben we moeite mee. En de verbouwing van het gemeentehuis, oftewel anderzijds de verhuuropbrengst van 50.000 euro die alleen gegenereerd kan worden door een verbouwing van het gemeentehuis, komt zondag aan de orde, maar daar hebben we ook in de media al als CDA-fractie het nodig over afgegeven. Procesmatig. Ja, eigenlijk is het dossier tot stand gekomen enerzijds vanuit de kadernota en de begroting 2018, dus zou je kunnen zeggen met voldoende betrokkenheid van de raad. Aan de andere kant vond de provincie de inhoudelijke analyse in de begroting onvoldoende. Ja, en dan wordt het een opgehaard geheel waar ambtelijk en bestuurlijk aan gewerkt is. Maar je kunt wel zeggen dat we als gemeenteraad daar maar betrekkelijk bij betrokken zijn geweest. Ik zal me daar voorzichtig in uitdrukken. De invulling van de denkrichtingen wel, maar de verdere detaillering, het overkomt je. En het overkomt je doordat het op 13 februari in je mailbox binnenkomt en dan mag je een week later er een debat en besluitvorming over voeren. Terwijl dit misschien wel een van de meest ingrijpende voorstellen is die in deze bestuursperiode deze raad passeert. Nou. Dan ook nog een andere dimensie, ruim 4 weken voor de verkiezingen mag je er ook nog iets van vinden. Dus er zit, hoe je het ook went of keert, ook een politieke dimensie aan die het geheel nog complexer maakt. En eigenlijk wordt ons gevraagd over ons politieke graf heen te regeren. En ja, dat is iets wat eigenlijk in dit huis, wat eigenlijk in de politiek, wel een hele lastige vraag is. Hoe kun je daarmee verder gaan? Nou, allereerst die eenheid. Ik denk dat wat de CDA-fractie betreft, de eenheid die we gevonden hebben, dat we die eenheid, dat we alle moeite, alle inzet voor willen doen, die eenheid te bewaren. Wat ons betreft zien we dan ook in het dossier een viertal scenario's. Ik wil ze even schetsen. Dat is, we nemen vanavond het voorstel in debat en besluitvorming, het eerste scenario. Het tweede scenario, we debatteren er vanavond over en het wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 maart en wordt dan voor besluitvorming voorgedragen. Het derde scenario, vanavond debatteren en besluitvorming door middel van de nieuwe coalitie, maar dan wel door ons ook bevestigd in het coalitie- of raadsprogramma verankerd. En ik denk dat daar dan ook een uitspraak van deze raad voor nodig is. Overigens, ook dan gaan we over ons eigen graf regeren, maar ik denk dat we dat waar zouden kunnen maken. En het vierde scenario is geen debat, geen besluitvorming en we schuiven naar de nieuwe coalitie. En ik denk dat dat laatste een scenario is wat we niet moeten willen. We moeten hier ook iets van vinden,
om het dan helemaal inhoudelijk uit te kouwen, nogmaals, ik heb het al aangegeven, is heel complex, maar ik denk niet dat we het voor ons uit kunnen schuiven. Dus wat de CDA-fractie betreft, willen we toch dat tweede en derde scenario zouden we toch wat verder discussie willen brengen. Want ja, we hebben er uiteindelijk samen bij de begrotingsbehandeling 7 november bewust voor gekozen. Daar zijn we ook over onderhouden door de provincie. En ik ben het eens met collega Paters, de manier waarop dat ging. Ik zal nog niet uit de school klappen, maar ik heb daar ook wel bepaalde gevoelens in overgehouden. Zwak gezegd werd ik daar niet blij van. Laten we het daar maar op houden. Nogmaals, we hebben er bewust voor gekozen. En dus zullen we het ook samen oplossen. Tot zover de inbreng in eerste termijn. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt. Aan u het woord. Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen. What if? En wat is dan verstandig? Je wilt als raad toch graag van dat preventief toezicht af? Tja. Maar op het moment ligt niet makkelijk in de politieke agenda. En zeker niet vlak voor de verkiezingen. En hiermee maak ik u deelgenoot van misschien wel onze grootste worsteling vanavond. Echter, we zijn als fractievoorzitters, u heeft dat vanavond van meerdere van mijn collega's gehoord, ambtelijk en bestuurlijk afgereisd naar Zwolle. Met maar één opdracht. Hen daar te overtuigen dat onze raadsbreed gedragen argumenten steekhoudend waren. En dat we onterecht onder preventief toezicht zijn gesteld. En dat wij daar graag en wel die avond direct van af wilden. Een doekje voor het bloeden was, we hebben de begroting goedgekeurd. Echter. En ik moet u vertellen dat dat voor mij persoonlijk, en ik kan maar persoonlijk spreken, want ik was daar niet met mijn fractie maar alleen, een hele koude douche-ervaring is geweest. En er zijn programma's die zo'n ding zelfs uitreiken. Het gaat hier om een raadsbreed aangenomen amendement en om een bedrag van 150.000 euro om die anders in te zetten en eigenlijk een aantal keuzes over de verkiezingen heen te tillen en opgenomen in de toekomstperspectieven van 2019. De ChristenUnie wil echt gaan voor het samenzoeken van een oplossing. Het moeilijke dossier, het woord is vanavond gevallen, zullen we vaak horen, heet voor Twenterand sociaal domein. En daar zijn wij hypotheekdrager van, maar geen oorzaak. Het is een erfenis, en er is vaker over gesproken, die ons zeer zwaar op de maag valt, maar waar we wel grote verantwoordelijkheden in moeten dragen en ook willen dragen. Het is een groot issue waar we al lange tijd als raad, maar ook mijn fractie mee worstelt. De eerste worsteling die we met u delen is dat onze samenleving een grote prijs betaalt voor voorzieningen en met name veroorzaakt door elementen in de jeugdzorg die we anders moeten dekken of dan wel moeten belasten. Met dit collegevoorstel is het zeker, is ons verzekerd, dat het preventief toezicht eraf kan. En onze stelling is, dat doen we gezamenlijk of we doen het niet. Wetende dat we dan onder preventief toezicht blijven staan, weten we dat ook de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen moeilijk zullen zijn om daarin keuzes te maken die niet in de begroting zijn opgenomen, die door de Zwolle wel eens goedgekeurd. Wat moest er dan gebeuren volgens Zwolle? Het concretiseren van de zoekrichtingen en het op geld zetten en in termijn wegzetten van de kaders. Mooie volzin. Wij vinden het terecht dat we OZB zouden moeten koppelen aan bezuinigingen of het dichten van een gat in het sociaal domein in het incidentdeel dekken, heeft deze raad keuzes geparkeerd. Wij durven het overigens wel te verdedigen hoor, maar ook in het licht van de breedte van de raad heeft dat alleen maar zin als je dat collectief doet. Een dekking voor die 150.000 euro is wellicht ook wel vindbaar op andere terreinen. Daarvoor hebben we gewoon meer tijd nodig. Dat hebben wij nog niet besproken met Zwolle. Ik weet niet hoe Zwolle daarin zit. Alleen mijn fractie heeft daar wel ideeën over. Wij willen de begroting niet opnieuw doen en dat kan ook niet. Dus we hebben tijd nodig om ideeën in te passen en dat met de provincie te bespreken. We hebben een keuze, maar de goedkeuring daarvoor kan ik vanavond moeilijk nemen met mijn fractie. Ook meneer Kobus refereert aan berichtgeving van afgelopen week, waarin
Binnenlandse Zaken gepubliceerd heeft samen met VNG een intentie te hebben getekend voor 100, 200 miljoen om nadeelgemeenten te compenseren. Ik weet nu niet, u ook niet, wat dat voor Twenteland betekent. Ik heb het college gevraagd en we weten het niet concreet. Het zijn allemaal elementen die het nu heel erg lastig maken op het verkeerde moment, de verkeerde keuze in de verkeerde setting. De intentie is en blijft dat wij er collectief met u uit willen komen, maar met één richting dat we van het preventief toezicht af willen. En als daar op een of andere manier bij ons in de Raad geen collectief te vinden is, dan kunnen wij niet anders dan dit statement als understatement te maken en een andere keuze te maken. Vooralsnog is dit onze eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Bossers. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Daar is al heel veel gezegd. Ik wil me eigenlijk beperken tot een aantal algemene opmerkingen. Ook wij willen van preventief toezicht af. En ook mijn fractie is van mening dat de provincie hier wat, hoe moet ik het uitdrukken, op kleine details niet, maar ja, die meerjarenbegroting zijn ze ook niet mee eens. Wat mijn fractie vooral opgevallen is dat vanuit Zwolle benadrukt is die OZB-verhoging. Waarbij moeten die onbenutte belastingcapaciteit verhogen, wordt ons voorgehouden. En daar denkt onze raad anders over. En als we dan gaan kijken, het gaat over een minimaal, het is een fors bedrag, maar op een begroting van 80 miljoen. Als je dat in verhouding zet, dan vraag je af, is er niet meer overleg mogelijk? Daar hebben collega's van mij ook al op aangedrongen, dat we in overlegsituatie moeten komen met de provincie. Hoewel ik me besef dat het heel moeilijk is als toezichtsgenieter in overleg te treden met een toezichthouder die jou, die ons gedacht heeft onder preventief toezicht te moeten zetten. Dat geeft een hele aparte verhouding. En ik denk dat onze houding dan ook moet zijn als raad dat wij erop aan moeten dringen, niet op een arrogante manier, maar op een uitnodigende manier, maar wel dringend. Want nu is het inderdaad een voorstel, het is slikken of stikken. Die denklijn van die voorzieningen, ja, die concretisering, die moet blijken in het verloop van dit jaar. Dus het is eigenlijk een beetje ver gezocht van de provincie dat ze nu van ons al weten dat wij exact op papier gaan zetten hoe we dat gaan concretiseren. De lijnen zijn aangegeven, daar denken we in de raad wat verschillend over, maar wel in grote lijnen kunnen we ons daarin vinden. En dan komen we bij de beslissing, wat doen we nou? Als wij als raad, wat de heer Smelt ook al zei en anderen hebben het ook gezegd, niet als eensgezind onze mening daar geven, dan krijgen we zonder meer preventief toezicht. En dan kiest de SGP meer voor de methode dat wij zeggen, nou, als wij het onderling niet tot een eensgezinde opstelling kunnen komen, dan nemen wij zelf de beslissing. Wij dienen geen voorstel in en dan riskeren wij, dan krijgen we preventief toezicht, houden we. Hebben we wel een erfenis voor de volgende coalitie, maar dat zij dan zo. Er zijn een aantal andere zaken genoemd, die ga ik niet herhalen. Ik wil nog wel even terugkomen op die mogelijkheden die de heer Kerkdijk noemde. Ja, ik denk dat we er nu over kunnen debatteren en wat ook de uitslag daarvan mogen zijn, dat is mij in de eerste ronde al duidelijk geworden, daar hebben wij geen eensgezinde meningen over. Dus dat preventief toezicht, daar krijgen wij er niet af op korte termijn. En dan resteert het andere dat we overleg gaan voeren met de provincie. Hier wil ik het eerst bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Laarman. Dank u, voorzitter. Ja, hoe krijgen we nu dat preventief toezicht eraf? Je kunt de zoekrichting wel concreet maken, maar leveren de bezuinigingsvoorstellen en ook de verwachte resultaten op? Dat is de vraag. Anders heb je een flink tekort op je begroting. En de provincie is daar ook nog niet zo zeker van of dat gaat lukken. En ik trouwens eigenlijk ook niet. En deze verbazing heb ik ook eigenlijk al tijdens de begroting uitgesproken. Zijn de maatregelen uit het besluit voldoende als we deze zo overnemen? En ik wil ze even punt voor punt benoemen. Wil je bezuiniging op de sport doorvoeren zoals beschreven? We zouden toch eerst
de sportvisie bespreken. Wat vind je ervan om de tarieven van de binnensport met 10% te verhogen? Kan de binnensport dat betalen? Wanneer je de werkzaamheid van de vergoeding verlaagt, loop je het risico dat het niet meer gedaan, dat de werkzaamheid niet meer gedaan wordt. En dan moet je het als gemeente zelf weer doen. En worden de kosten weer een stuk hoger dan de verwachte baten. Punt 2, de doorontwikkeling van Soweco. Hoe moet die doorontwikkeling uitpakken zoals in het besluit omschreven is? Dat is nog maar de vraag. Soweco is aan het afbouwen, maar moeten de mensen wel ergens anders op een onderdak zien te krijgen? Dan kan de gemeente ze in dienst nemen, maar dan is dat gewoon broekzak, vestzak. Dus is dat dan een bezuiniging? Dit is nog maar de vraag. De verhuur van de gemeentelijke gebouwen zou wel gaan als je de ruimtes zoals ze nu zijn intact blijft en daar 50.000 euro van voor beurt, dan ga ik daar akkoord mee. Dat als we akkoord gaan hiermee, dat we daar niet op terug kunnen komen, dat heb ik niet gelezen zoals anderen dat net refereren. De bezuiniging op het sociaal domein, ja, dat is de moeilijkste klus. En structureel moeten we nog 500.000 hierop bezuinigen. Als je nu al ziet hoeveel meldingen er binnenkwamen op het meldpunt van GBT, dan is dat nog maar de vraag of ons die bezuinigingen van 500.000 structureel gaat lukken. En dat is ook onze grootste uitdaging. En ik denk dat de provincie daar ook de meeste moeite in zit. Kostendekkendheid begraafplaatsen. De wethouder gaf gisteren al aan van, ja, ik kan niet met zekerheid voorspellen of de kosten binnen die 2 ton blijven. Het kan nog wel iets oplopen. Want we hebben totaal nieuwe tarieven met verschillende mogelijkheden. De natuurlijke uitstroom is er redelijk te voorzien, tenzij er weer gecompenseerd moet worden met flexibel inhuur. Verhogen van de OZB is het makkelijkste te realiseren. Maar dan moet je kiezen tussen de inwoners extra laten betalen of uitgezet beleid schrappen, waarvan je helemaal niet weet wat je ervoor terugkrijgt. En dan is mijn keuze snel gemaakt. In de kadernota en bij de begroting heb ik al aangegeven dat ik geen vertrouwen heb in de agenda van Twente, zoals deze tot nu toe is uitgewerkt. En ik ben nu de enige niet meer. De gemeente Rijssen-Holten heeft grote twijfels en doet niet meer mee. De gemeente Hullendoorn en de Hof van Twente hebben ook haar bedenkingen, zo lezen we in de krant. Nou, de gemeente Almelo, die kan het niet betalen. En de gemeente Twenterand, wij zitten eigenlijk hetzelfde scheutje. Je moet keuzes maken. Meer geld binnenhalen door de inwoners OZB laten betalen of schrappen in je uitgaven. Ik ben niet tegen de samenwerking in Twente. Integendeel. Samenwerken met de 14 Twentse gemeenten is een goede zaak en dat juich ik ook toe. Maar naar mijn mening moeten de projecten van onderaf gestalte krijgen en hier dan ook de ondernemers onderwijs bij betrekken. Maar dan eerst beleid uitzetten en dan geld. En niet nu eerst een pot met geld binnenhalen en dan beleid uitstippelen. En dat kan trouwens ook goed. Hier hebben we al genoeg voorbeelden, zoals de samenwerking op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Netwerkstaat Twente, Veiligheidsregio, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Omgevingsdienst, Stadsbank Oost-Nederland, Twente Milieu en Twents. Samenwerken met de 14 Twentse gemeenten is er genoeg en kan zeker meer, maar op een andere basis dan de agenda van Twente die nu voor ligt. Om een stevige buffer voor onze begroting te krijgen, kom ik daarom met een amendement en ik kies voor de inwoners van Twenterand, meer voor de inwoners van Twenterand dan voor Twente. Je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt en anders komt de provincie hier wel om de hoek kijken. En dat is nu het geval. Ik wil graag een amendement indienen, voorzitter, en even voorlezen. Ik hou het bij het besluit. En het besluit is als volgt. De financiële toezegging aan de meerjaren investeringsprogramma van de agenda van Twente in te trekken. De vrijgekomen middelen als reserve beschikbaar stellen voor de meerjarenbegroting van de gemeente Twente-Rand. De punten A en G, dat betreft dus de sport en de OZB-verhoging, na uitwerking nader te bepalen in de programmabegroting 2019. Met als toelichting, de gemeente Twenterand momenteel onder preventief toezicht van de provincie staat, omdat de programmabegroting 2018 onvoldoende aannemelijk maakt dat daarin opgenomen maatregelen zullen leiden tot een tijdig herstel van structureel en reëel evenwicht maken voor een meerjarenbegroting. Deze middelen als vangnet gebruiken, mocht de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen onvoldoende effect sorteren. Dank u wel. Het amendement wordt ingediend door u. En ik ga ervan uit dat hij voldoende ondertekend is. En maakt, dat dacht ik al. En dat maakt ook deel uit van de beraadslaging.
Ik kijk naar het college. Of u meteen het woord wil of dat u eerst schorsing wil. Het lijkt me het handigste om een kwartier, maximaal een kwartier te schorsen. Zodat we met een eenduidig beeld aan u kunnen schetsen hoe het college, dus niet alleen de wethouder Financiën, tegen hetgeen net is aangegeven, aankijkt. Dan stel ik voor dat we om 8:20 weer starten. Ik schors de vergadering. Goed, ik zie dat bijna het college compleet is. Dat de raad compleet is, tenminste de mensen die aanwezig zijn. En ik heb begrepen van de griffier dat iedereen getekend heeft van de raad die aanwezig is. En er werd de opmerking gemaakt van, ja, misschien zouden we wel presentiegeld moeten heffen. Als je niet getekend hebt, krijg je niets. Maar ja, zo werkt het niet met de gemeenteraad, helaas. Ik geef de wethouder namens het college, wethouder Scholten, het woord aan u, het woord, wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat hebben wij het afgelopen half uur van u gehoord? We hebben gehoord, en daar zijn we blij om, dat u allen van het preventief toezicht af wilt. We hebben gehoord dat u eigenlijk gaat voor een oplossing die zo mogelijk door allen gedragen wordt. Dat is even het kader zoals we dat net in de schorsing met elkaar besproken hebben. Ik neem u, maar daarmee ook de inwoners van Twenterand, even kort mee in de geschiedenis. Een aantal refereerden er al naar. We hebben tijdens de begrotingsbehandeling in november, heeft de raad de begroting 2018 en het meerjarenperspectief unaniem vastgesteld. Ik moet daar wel bij aantekenen dat de twee partijen een stemverklaring hebben afgegeven op het onderdeel agenda van Twente. En daarnaast moet ik ook even refereren, een aantal van u refereerde daar ook naar, dat de gevoeligheden die toen nog een beetje latent waren, een beetje manifest, nu manifest zijn geworden. En wat bedoel ik daarmee in gewoon Nederlands? De discussie rond de sport, de bezuiniging op de sport, en ook de discussie over de onbelaste belastingcapaciteit van 100.000 euro, die laait nu weer op. En die zou, zonder verwijtend te zijn, nu niet gevoerd zijn op het moment dat wij in december van de provincie repressief toezicht hadden gekregen. Vervolgens, een aantal van u waren erbij, hebben wij op Sinterklaas, hoe toepasselijk kan het zijn, zijn de fractievoorzitters, ondergetekende de burgemeester en het hoofdafdeling Financiën, afgereisd naar Zwolle, met de gezamenlijke intentie door meerdere partijen uitgesproken om het preventief toezicht, wat wij als onterecht hebben ervaren, eraf te krijgen. Vervolgens is in de hoorzitting vanuit de provinciekant aangegeven, en dat zal ik nooit vergeten, Twenterand, wij zullen u faciliteren. En vervolgens werd de vraag gesteld, en hoe gaat u dat doen? Toen zei, werd gezegd vanuit provinciekant, u krijgt geen extra geld. Dat hebben we ook niet gevraagd. We hebben gevraagd, maakt u nou eens concreet waarom de gemeente Twenterand in het rijtje komt van gemeenten, waaronder Almelo, waarom hebben wij preventief toezicht gekregen? Vervolgens, en dat zie u hier in de openbaarheid in de discussie ook even terug, is zelf, en jammer genoeg is de heer Van Kozijnen ziek, maar die stelde volgens mij de vraag,
provincie hebben wij nou dat preventief toezicht gekregen vanwege dat amendement over de OZB? Nee, dat was niet zo. Maar goed, wat hebben we wel bereikt en daar mogen we trots op zijn, onder aanvoering van de fractievoorzitter van de grootste partij die namens alle fracties het woord heeft gevoerd en dat ook vooraf in afstemming met allen uitgeschreven heeft voorgelezen. We hebben bereikt dat het voorgenomen besluit, want toen was het nog een voorgenomen besluit, preventief toezicht is daarna omgezet in een definitief besluit preventief toezicht, maar de provincie heeft nadrukkelijk aangegeven, zonder daarbij een termijn te noemen, liefst wel voor de kadernota, hoewel wij die dit jaar niet hebben, gemeente Twenterand, of tenminste wij hebben die opdracht ook aangenomen op dat moment, wij zullen er alles aan doen om het preventief toezicht voor de verkiezingen eraf te krijgen. Dat doel hebben wij voor ogen gehad. Omdat we inderdaad dit niet als erfenis mee willen geven aan een toekomstige coalitieraad. En waarom? Maar dan praat ik even vanuit het college. Wij denken namelijk dat op het moment dat wij de discussie, laten we die vanavond in ieder geval starten, dank daarvoor. Of die nog volledig is afgerond, denk ik niet. Dus daar kunnen we het straks even over hebben. Wij hebben als college niet de illusie dat het preventief toezicht eraf gaat de komende jaar. Maar wij vinden ook, gehoord uw reacties, bijna unaniem, dat we met elkaar een weg moeten bewandelen waarbij ik twee facetten er maar uitlicht. Dat is sport, 50.000 euro, beleid gaat voor geld. En daar heeft u inderdaad een punt. Dat hebben wij in feite bij de begrotingsvaststelling ook met z'n allen geconstateerd. Maar wat is er tussentijds gebeurd? De provincie heeft gezegd, eerst dachten we alleen op het richting sociaal domein, vitale netwerken. Uiteindelijk, en zo gaat dat dan, als je dan toch preventief toezicht hebt, dan ga je naar alle vier zoekrichtingen, die overigens zowel in de kadernota als in de begroting door uw raad zijn vastgesteld, ga je nader concretiseren. En het is inderdaad zo, even teruggrijpend op de sport, dat is het meest geconcretiseerde maatregel die u in het voorliggende verhaal terugvindt. Waarom? Omdat we al langer in overleg zijn met de sportplatform. Maar door dat preventief toezicht zijn we eigenlijk gedwongen om het credo beleid gaat voor geld, hebben we los moeten laten, maar wel vanuit het grotere goed. Want die opdracht dachten wij, of die hebben wij in feite ook van u gekregen. College, doe er alles aan in overleg met de provincie om zo mogelijk voor de verkiezingen van het preventief toezicht af te komen. En dat wilt u ook met z'n allen. Maar we hebben u ook goed aanhoord. En ja, ik ben niet, of we zijn in de begroting, hebben we het over denken richting een scenario's. Ook de heer Kerkdijk refereerde daarna, maar dan in een ander verband. Er is al een amendement aangekondigd. We hebben op dit moment niet de illusie als college dat we er vanavond uitkomen. Laat dat gewoon helder zijn. Dus scenario 1 is niet realistisch, want anders zitten we hier vannacht om 1 uur nog en we komen er gewoon niet uit. Punt. Helder. Niets mis mee. Scenario 4 voelen wij niks voor. Het zou ons, als u ons vraagt wat vindt u ervan, zouden wij voor scenario 2 gaan. En dan zou u in tweede termijn met elkaar moeten overleggen hoeveel tijd u nodig heeft. Maar laat ik er wel bij stellen, vanuit de ambtelijke organisatie en college is geleverd vanuit het perspectief zoekrichtingen concretiseren. Dat is 1. Dat stuk lichter. Een aantal van u heeft aangegeven, ga nog eens naar Zwolle en kijk of u alternatieven gaat ontwikkelen. Dat gaan wij dus niet doen. Wij vinden eerst dat u met u allen, vanuit de samengedachte, wetende dat de discussie met name gaat, en wellicht zijn er nog meer, maar volgens mij, als ik u een advies mag geven, meer kan ik niet, beperkt u tot die anderhalf ton, ga met elkaar in gesprek, kijk welke alternatieven er zijn,
En kijk dan ook meteen welke datum er aan hangt. Maar wij gaan nu niet naar Zwolle. Dat heeft ook helemaal geen zin. Wij zijn zelf verantwoordelijk. Een aantal van u heeft dat ook aangegeven. U heeft de autonomie over uw begroting. De heer Paters heeft de vraag aan u, dan de heer Kerkdijk. De heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij wat verbaast dat de wethouder zegt, wij gaan niet naar Zwolle. Ik denk dat het duidelijk geworden is, ook als je het voorstel leest, maar ook als je hoort hetgeen in eerste termijn gewisseld is, dat wij met elkaar best willen zoeken van, zijn er nou geen andere mogelijkheden om te komen tot een andere invulling? Er is ons vanavond ook duidelijk gemaakt dat de provincie de stelling hanteert dat zelfs een amendement of het niet aannemen van één of meer zoekrichtingen leidt tot het niet opheffen van het preventief toezicht. Dus de vraag is, denk ik, en die is door meerdere collega's gesteld, die is heel legitiem. Als wij amenderen, als wij op zoek gaan naar andere mogelijkheden, hoe staat de provincie daarin? En daarvoor zal u toch naar Zwolle moeten. En als u zegt, nu, en u houdt dat vol, dat u niet naar Zwolle wil, dan is dat prima, maar dan moeten wij zelf een busje chatteren om naar Zwolle te gaan, denk ik. Dus ik wil wel graag heel concreet hebben, bent u bereid om te onderzoeken waar de ruimte zit bij de provincie? Die vraag stelde ik en die opmerking maakte ik ook in mijn eerste termijn. Want als er namelijk geen ruimte zit bij de provincie, dan hoeven wij ook niet te verdagen tot 13 maart of zo. Dan kunnen we het vanavond gewoon in stemming brengen en dan weten we wat de uitslag is. De wethouder, aan u het woord en dan komt de heer Kerkdijk met een vraag. Ik ben trouwens blij dat u de vraag stelde. Misschien ben ik niet expliciet genoeg geweest. Eigenlijk had ik moeten zeggen, ik ga vandaag of morgen niet naar Zwolle. Omdat ik ook heb aangegeven en teruggegeven aan de raad, of het advies heb gegeven. Ga eerst eens met elkaar om tafel om die gezamenlijkheid vast te houden. Om te kijken of er alternatieven zijn voor die 150.000 euro. Waarvan 100.000 euro structureel voor de OCB en de 50.000 euro sport. Dat heb ik volgens mij misschien te impliciet. Dat bedoelde ik. Als u daaruit bent, tuurlijk ga ik in uw opdracht dan naar Zwolle om te kijken. Maar nu niet. Eerst kijken of die gezamenlijkheid leidt tot een structurele oplossing. Want we moeten dan wel... Kijk, Zwolle is kansrijk op het moment dat wij binnen de kaders blijven. En de kaders blijven is een structureel evenwicht in de begroting van volgend jaar en de jaren erop. Dus op het moment dat je aan een structurele... Een maatregel waar u moeite mee heeft vanuit verschillende grondslagen en prima, dan moet je daar ook een structurele dekking tegenover zetten. En dan durf ik het wel aan, als dat vanuit de gezamenlijkheid van uw raad is, om dat in de week te leggen bij Zwolle en kijken of dat een begaanbare weg is. Dus als... Meneer Paters heeft een aanvullende vraag aan u. Ja, voorzitter, ik ben blij met die toezegging van de wethouder. Maar ik zou hem toch graag andersom ingevuld willen zien. Want ik denk dat wij met z'n allen best de bereidheid hebben om te kijken van waar kunnen wij elkaar eventueel vinden. Maar de boodschap, en daar duidde ik zo even ook op, die was glashelder. Als u amendeert, dan gaan wij daar niet mee akkoord en dan leidt dat niet tot het opheffen van het preventief toezicht. En ik voor mij zou graag eerst die vraag beantwoord willen zien, voordat wij met z'n allen in een soort van denktank bij elkaar gaan zitten om te kijken of we de gezamenlijkheid vast kunnen houden, ja of nee. Wethouder, aan u het woord. Kijk, van heb ik ook aangegeven, we zullen vanavond niet tot stemming of amendering komen. Ik heb de discussie bewust verengd tot de twee posten waar ik de meeste discussie over verwacht. De OZB en de sport. En dan wil ik in die zin wel een parallel spoor laten lopen. Kijk, Zwolle kijkt nu ook mee, dus ik wil best morgen of in overleg kijken of dat een begaanbare weg is. Maar ik doe ook een oproep aan u om een keuze te maken. De scenario's geschetst door de heer Kerkdijk namens het CDA. Ik wil eerst weten of de gedragenheid is om te kijken of we kunnen gaan voor scenario 2 of 3. Die vraag zult u uzelf moeten stellen, dat is één. Vervolgens ben ik als uw dienaar, zie het maar zo, zal ik... Alles waarvan wij als college inschatten dat dat een kans van slagen heeft. Tuurlijk, wij willen van preventief toezicht af. Laat dat ook helder zijn. Dus in die zin trekken we ook samen op.
op de oplossingen die, waar u uiteindelijk mee komt, ook de oplossingen zijn waar Zwolle op zit te wachten, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, laat dat ook gewoon helder zijn. Want aan de ene kant wordt het inderdaad als een hele complexe materie neergezet. Die is het volgens mij niet, maar goed, het is een politiek complexe materie. Laten we dat ook helder hebben. Maar hier zit geen vertegenwoordiger van het uitstelcollege. Hier zit een college wat er alles aan doet in het belang van Twenterand, zonder partijkeuze, om het op te lossen. En dan zullen we uiteraard onze agenda's leegruimen om Zwolle te overtuigen. Maar dat kan alleen maar. U zult eerst die stap moeten maken om gezamenlijkheid te vinden over structurele andere oplossingen binnen de begroting voor die 1,5 ton. En meer kan ik daar nu niet over zeggen, anders val ik in herhaling. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een vraag in het verlengde van de vraag van de heer Paters. De heer Paters had het over de benadering in het voorstel. Ja, wanneer het voorstel geamendeerd wordt of van de motie voorzien wordt, dan krijgen we een probleem in Zwolle. Ik vertaal het maar even in mijn eigen woorden. In het verlengde daarvan zou het zo kunnen zijn dat 13 maart, scenario 2 noem ik het dan maar even, uitgerold wordt. En dat er toch blijkt dat een deel van deze raad niet in kan stemmen met het voorstel. Omdat toch op de andere punten bijvoorbeeld de afwijkingen zijn, et cetera. Kunt u eens aangeven hoe uw inschatting is, hoe Zwolle daar dan in zal zitten? En ik zwaai ook even naar Zwolle, kunnen ze me zien. Dus. Kijk, dat kan ik niet helemaal inschatten. Het gaat mij om van, aan de ene kant maakt de opgave ook niet te groot. 1,5 ton op 80 miljoen. Maar aan de andere kant, de uitdaging zit hem in het structurele. En misschien moet ik daar ook nog even, dan heb ik die vraag ook meteen getackeld. Er is inderdaad een VNG-circulaire geweest. Dat rept over 100 of 200 miljoen. Waarvan 100, zeg maar 200 miljoen, waarvan 100 miljoen een sigaar uit eigen doos is vanuit het gemeentefonds. En ik heb bewust gezegd structureel steeds. Hè. Dat is, we weten niet wat de vertaalslag is naar Twenterand. Want we hebben op de jeugdzorg een tekort van 2 miljoen. Maar op de overige transities een klein plusje of spant het erom. We weten niet hoe ze dat gaan salderen. Dus ze gaan niet kijken alleen naar de jeugd. Maar dat is één. Het zou kunnen, de kans is aanwezig, dat we daardoor een incidenteel voordeel hebben. Maar dat gaat ons niet helpen in de structurele discussie die we met Zwolle hebben. Maar 13 maart, wij hopen dat u erin slaagt, en dat is ook maar de vraag, maar dat u erin slaagt om met alternatieven te komen, dan gaan wij daarmee naar Zwolle om te kijken of 13 maart of het dan zinvol is voor beraadslaging. Maar daar gaat u ook zelf over. Ik vind dat je sowieso dan voor die 13 maart moet gaan. En niemand kan hier in de raadzaal zeggen of dat dan unaniem is. Want daar is nog meer denktijd voor nodig. De heer Kerkdijk heeft een aanvullende vraag aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, ik blijf met de vraag zitten, hoe zit Zwolle dan in een verdeelde, hoe zit Zwolle tegen de verdeelde raad aan te kijken? Zou u die vraag eens mee willen nemen? Want de kans dat zich dat voordoet is fors aanwezig. En op het moment dat we dan er toch voor kiezen om het in besluitvorming te nemen, en er ontstaat verdeeldheid en we krijgen daarna 2 dagen later het bericht vanuit Zwolle, ja, u was het niet met elkaar eens, dus het wordt toch preventief onder toezichtstelling. Een week voor de verkiezingen. Ja, vult u het zelf in? Ja, de wethouder. U kunt ook de redenering ophangen. Dat preventief toezicht hebben we al dus. Toch? Ja, de heer Kerkdijk, een aanvullende opmerking. Vraag aan u het woord. Sorry, ik zie hem. Ja, een kadernota komt er dit jaar niet voor de begroting 2019. Dus we kunnen zeggen ja, en daar had ik ook wel graag een reactie van u van. Ja, wat speelt dan door uw hoofd als u zegt ja, dat preventieve toezicht dat is in 2018 lastig? Want het nieuwe beleid komt pas in 2019. Dus het nieuwe geld komt ook in 2019. En we hebben een vastgestelde begroting 2018 waar de provincie bij instemt. Wethouder, nu het woord. Dat nieuwe geld, incidenteel, dat komt in 2018-19 is mijn inschatting. Maar in de loop van 2019 wordt het nieuwe verdeelmodel door het Rijk vastgesteld. En dat zal zijn impact hebben structureel vanaf 2020. Dus in die zin, daar kunnen we ons nu niet rijk in rekenen. Dat wil ik ermee zeggen. Maar ik durf de uitdaging wel aan. En uiteraard heb ik u daarvoor nodig, u allen. Dat zie ik dus als 2 trajecten. En wij gaan aftasten bij Zwolle of hetgeen ik nu predik, of dat ook een kansrijke optie is. En ik zou graag van u allen willen horen, of alle fracties, of u dan wellicht voor scenario 2 of 3 gaat. Wethouder, vervolg uw betoog.
Ik wil het eigenlijk hierbij laten, want ik vind eigenlijk dat de raad aan zet is. En anders wordt het één monoloog van... de problematiek ligt er. Is vanuit verschillende invalshoeken geschetst. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk hebben we als college nu al gezegd, scenario 1 wordt het niet. Dus laten we het daar ook niet meer over hebben. Mogelijk dat ik van u vanavond een antwoord krijg van waar wij mee op pad worden gestuurd aan de ene kant. Maar ook waar u zelf mee op pad stuurt. Want daar zult u onderling ook afspraken over maken. En wat mij betreft, wat ons betreft, gaan wij dan voor 13 maart. Waarbij dan zowel het debat als... En als dat niet lukt, dan zien we het dan wel. Je kunt het altijd cancelen, hè? De heer Kerkdijk heeft nog een vraag aan u. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, ook dit triggert bij, want nogmaals, u kunt zeggen, ja, ga vanavond bij elkaar zitten en bepalen of het scenario 2 of scenario 3 wordt. Maar als u met de boodschap vanuit Zwolle terugkomt, er mag niet geamendeerd worden, want anders hebben we een probleem. En ja, het moet in de volle breedte aangenomen worden door alle raadsleden, dan hebben we ook een probleem. Dan denk ik dat meteen het antwoord is op de vraag of we gaan voor 13 maart of dat we over de verkiezingen heen tillen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wethouder, nu het woord. U heeft zelf de vraag opgeroepen, scenario 1, 2, 3, 4. Hoe kijken de fracties daar tegenaan? Volgens mij kunnen wij daar met een kwartier uit zijn, maar daar is politieke moed voor nodig. Ik kan u niet garanderen dat op 13 maart we wel een unaniem besluit hebben, want dat vraagt u eigenlijk. Dat is aan u. Wij kunnen alleen het huiswerk laten controleren. We willen meedenken, we willen faciliteren. Maar u stelt steeds een extra vraag. U moet met elkaar in discussie. En dat heb ik met bedoeld van ik ga nu niet naar Zwolle. Later aangevuld van ik ga nu wel, maar ik wil een opdracht mee hebben van uw raad. Anders is het een mission impossible, op zijn Engels gezegd. Dank u wel. Ik denk dat u alle opmerkingen gemaakt heeft. Ik kijk de raad rond. Ik kijk naar de heer Paters. Aan u het woord, meneer Paters. Dank u wel, voorzitter. En ik dank de wethouder voor zijn heldere betoog. Waar echter wel een vreemde omkering in zit. En ik wil toch een poging doen om die eruit te krijgen. Want de wethouder zegt met zoveel woorden tegen ons... Als jullie er nou eerst eens samen uitkomen... Dan ga ik daarna met die unanimiteit, met die samenhorigheid, zeg maar, ga ik naar Zwolle. En ik heb zojuist bij de interruptiemicrofoon ook al betoogd dat tot nu toe men in Zwolle overduidelijk was. Dit is het, daar zegt u ja tegen en dan gaat het preventief toezicht eraf. Nou, dat voelt als een soort wurgcontract en daar hou ik niet van. Maar we hebben tegelijkertijd gezegd, van, nou, als er nou ruimte gegeven wordt door Zwolle... Dan, en in die volgorde zie ik het voor me en niet anders, dan steken wij de koppen bij elkaar en dan kijken we of we met iets kunnen komen waar de meerderheid zo groot mogelijk is. Maar ik heb er persoonlijk geen zin in, de verkiezingen zijn al een paar keer genoemd. We hebben het allemaal hartstikke druk om 2, 3, 4 avonden bij elkaar te zitten om met iets te komen waarvan Zolf later zegt van, oh ja, we waren even vergeten te zeggen dat als u amendeert dat het dan niet lukt. Dus in die volgorde moet wel duidelijk zijn of wij met een Mission Impossible bezig zijn of met een Mission Possible, zeg maar. En ik wil dat signaal helder hebben. En als dat er is, dan kunnen we kijken of we richting 13 maart gezamenlijk met iets kunnen komen, ja of nee. Maar in die volgorde. En dan vraag ik ook aan wie dan ook meekijkt in Zwolle. U heeft de vraag heel duidelijk gehoord. Wilt u dan vooral hom of kuit geven? Dan kunnen wij daar ook mee aan de slag. Dank u wel. Ik zit even te worstelen. Dit was uw tweede termijn of dit was een tussentermijn. Kan ook natuurlijk, hè. U weet, ik luister goed naar u. Ik zou op de vraag van de heer Paters wil ik toch even 5 minuten schorsing voor overleg met het hele college. Dan kan het hele college even dat opmerking. En dan hoor ik wel even hoe u verder gaat. Zullen we het zo afspreken, meneer Paters? Mag ik dan een ordevoorstel doen? Is dat u wellicht even een snel rondje langs de andere fracties maakt of die... Wat ik te bedden gebracht heb, of die dat delen. Maar als dat niet zo is, dan ontstaat er weer een nieuwe situatie. Nou, de heer Paters heeft heel duidelijk een vraag ook aan alle raadsleden gelegd. Ik stel voor dat, conform wat de heer Paters, we even een snelle tweede ronde doen. Dat vervolgens dan schorsing is voor overleg van het college. En dan kunnen we dan kijken of hoe we verder gaan. Zullen we het zo doen? De heer Reusken. Ja, u mag wel even. Het is een korte ronde, dus kan wel van de plaats. Ja? Ik deel wat de heer Paters zegt. De heer Kobus. Ik ook. Oké. De heer Kerkdijk.
Namens mijn fractie, wij delen wat de heer Paters heeft ingebracht. Oké, dank u wel, de heer Smelt. Voorzitter, het is onze inzet en dus delen we dit. Dank u wel. De heer Bossers. Ja, ik heb het ook in mijn eerste termijn al genoemd dat wij begrip moeten krijgen of moeten door moeten hebben hoe onze toezichthouder ons bekijkt. Dus ik ben ook met dit voorstel eens. Dat past precies in mijn opmerking. Dank u wel, de heer Laarman. Ja, dank u voorzitter. Ja, elk ander besluit wat je neemt, al anders dan wat nu voor ligt, ga je amenderen. Want dat is een verandering van het besluit. Dus als ik zeg, Zwolle wil niet amenderen, dan is het hiervoor of tegen. Maar ik ga met de gele raad mee om wat te... Nee, u hoort zo van het college. We willen even overleg hebben. Als college, 5 minuten moet haalbaar zijn. Ik schors de vergadering. Goed, ga kijken of ik iedereen weer op de plek kan krijgen. Uitdaging voor uw voorzitter. Na elke schorsing, hoe krijg ik iedereen weer op zijn plek? Ja, er zitten al een heleboel zitten er al, maar de raad, die moet er zitten. Zonder raad ben ik niks. Ben ik geen voorzitter. Goed, volgens mij zit de raad weer compleet, het college ook. Wethouder Scholten zal reageren namens het college. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat weten wij? Wat zijn de eisen van Zwolle? Zorg dat u een realistische, structureel sluitende begroting aanbiedt. Dat is natuurlijk een heel algemeen kader, dat weten we. 3 woorden. Daar voeg ik aan toe, blijf binnen de zoekrichtingen. En ik wil als namens het college, als u het daarover eens bent, aftasten morgen. Of wij, en dan beperk ik mij tot die 1,5 ton structureel, of er een weg is als wij binnen de zoekrichting blijven, of uw raad, op het moment dat u daarmee aan de slag gaat, of die weg leidt tot hetgeen u allen wilt, afkomen van het preventief toezicht. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Paters. Aan u het woord. Voorzitter, er zijn in de reactie van de wethouder 3 woorden die het bijna onmogelijk maken om een vervolgstap te zetten. Dat is namelijk binnen de zoekrichtingen. En als de eis... Richtingen, binnen de zoekrichtingen. Ja, dat zei ik ook. Maar misschien articuleerde ik niet voldoende. Maar heeft binnen, u goed gedaan? Binnen de zoekrichtingen. En als het dat is, dan verengt het... Alles wat we aan het doen zijn. En als dat is wat uit Zwolle meegegeven is, ook richting vanavond en richting eventuele besluitvorming, dan kan wat ons betreft de wethouder zich de gang naar Zwolle besparen. Want er zal gezocht moeten worden juist buiten de zoekrichtingen om de dekking te vinden, om een alternatieve dekking te vinden. Die ruimte zoeken wij. Als die er niet is, dan zijn wij er snel klaar. Ja, ik noem dit nu geen termijn meer, want dan zit ik natuurlijk als voorzitter in een heel lastig pakket. Maar ik ging er een beetje vanuit dat u namens de hele raad sprak. Dat dacht ik, maar dit is dus niet zo. Dus we gaan nu gewoon met de tweede termijn verder, begrijp ik. Ja, ik kijk even de raad rond. We hebben nu de tweede termijn. De heer Reusken, aan u het woord in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. De heer Paters stelde net al de vraag... Ik denk dat we net in de schorsing of vlak voor de verschorsing met elkaar hebben gezien dat deze raad inderdaad schouder aan schouder wil staan. En met elkaar inderdaad wil kijken hoe we van het preventief toezicht af willen komen. Dat wil ik hier nogmaals ook benadrukken. Maar dan zou er ook echt de ruimte moeten zijn om inderdaad te zorgen dat we een realistische en sluitende begroting krijgen. Maar dan ook de mogelijkheid moeten hebben om dat structureel sluitend te laten zijn buiten de zoekrichtingen. Dus ik zou toch ook dat nog eens een keer nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen. En als dat niet mogelijk is, het zij dan zo, maar dan staan we denk ik ook wel schouder aan schouder. En dan betekent het dat wij met elkaar zeggen, dan doen wij het met preventief toezicht. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Kobus. Wilt u het woord? Aan u het woord. Ja, voorzitter. Wij zijn het denk ik allemaal wel eens dat wij raadsbreed tot een alternatieve oplossing willen of moeten zoeken.
Daar zullen we het dan allemaal over eens moeten zijn. Maar dan moeten we wel even weten of die mogelijkheid bestaat inderdaad. Dus het zou wenselijk zijn dat er inderdaad overleg is met Zwolle. Of wij ook buiten die zoekrichtingen met alternatieven kunnen komen. Zo niet, dan heeft dat verder geen zin, denk ik. Dank u wel. Dus ik sluit mij aan bij de woorden van Paters. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kerkdijk. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk blijft hetzelfde probleem steeds boven de markt hangen. Boven deze vergadering hangen. Wij staan schouder aan schouder en willen dat ook blijven staan. En de toelichting die door de wethouder zo even gegeven werd. Nou, ik ga toch voor binnen de zoekrichtingen te kijken of u vanuit Zwolle de ruimte krijgt om alternatieven aan te dragen. Ja, ik vind het te eng. Daarbij nog steeds ook onze worsteling dat het niet alleen die zoekrichtingen zijn, maar ook het fenomeen dat het maar zo kan zijn dat 13 maart er geen eenduidig besluit in deze raad genomen wordt. Dat een aantal fracties gewoon hun eigen weg kiezen. Oftewel, dan zitten we in de situatie dat er geen besluit genomen wordt. Want we hebben al gezegd, we blijven schouder aan schouder staan. Ja, ik zou voor willen stellen. U gaat uw weg naar Zwolle, uw uitvraag naar Zwolle volgen. Geeft u in de vorm van een raadsbrief een terugkoppeling. En laat het dan aan het presidium. We hebben vanavond in de aanloop van deze vergadering ook bij elkaar gezeten. Aan het presidium, aan de fractievoorzitters. Om te kiezen voor, ja, dit is een situatie die ertoe leidt dat er 13 maart op een constructieve wijze een raadsvergadering gevoerd kan worden. Waar met grote waarschijnlijkheid een raadsbreed gedragen besluit uitkomt. Of nee. Helaas, we zullen door de zure appel 1 moeten bijten. Het wordt inderdaad een preventieve onder toezichtstelling. Waarbij we er als raad ook voor kunnen gaan. En dat zou 13 maart ook in de discussie ingebracht kunnen worden. Dat wij ervoor zorgen, zoals we hier als fracties nu vanavond ook bij elkaar zitten. En dan maar even over onze politiek graf heen regeren. Dat wij ervoor zorgen dat in het raadsprogramma of het bestuursakkoord. Of hoe het ook verder heet wat er in de komende maanden uit zal komen. Dat dit probleem wordt afgehecht en dat we dat op een deugdelijke manier doen. Nou, ik denk dat die overweging, die afweging 13 maart genomen zou kunnen worden. Maar ik denk wel dat het goed is daarvoor eerst een terugkoppeling te krijgen van het college. Dat zou in de vorm van een raadsbrief kunnen. Waarbij de daaropvolgende lijn door het presidium, door de fractievoorzitter zou kunnen worden uitgestippeld. Het is een voorstel. Ik ben benieuwd hoe er daar verder op gereageerd wordt. Tot zover. Het is allemaal heel moeilijk voor een voorzitter. Maar ik zal mijn best doen. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, toen ik hier net in eerste termijn het woord voerde, toen begon ik met de woorden what if. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb voldoende gehoord over de what if-vraag, maar nu de vraag hoe dan. Dus if with. En als ik de portefeuillehouder hoor, dan wil hij dat verengen tot de zoekrichtingen. Ik zal duidelijk articuleren. Zoekrichtingen. Dat zijn de 4 vanuit de kaartnota en de begroting. En ik vind het in de basis niet onterecht dat hij dat zegt. Maar mijn fractie denkt dat als wij de brede scope bekijken, er voor de raad maar één ding te doen staat. €150.000 structureel dekken. Punt. Hoe dan ook, €150.000 structureel dekken in de meerjarenbegroting. En daar wil ik van Zwolle, ik hoef niet te zwaaien, maar volgens mij kijken ze goed mee, heb ik vanavond begrepen. Daar zal Zwolle een opmerking over gemaakt moeten worden. En ik vind ook dat wanneer ze op de wijze waarop ze ons onder toezicht gesteld hebben, ze ook een morele verplichting hebben. En ik zal dat anders en ook duiden met een voorbeeld. Als ik een begroting heb en ik heb een verliesgevend model, en ik ben daar toezichthouder op of ik ben daar eigenaar van, en ik geef iemand de opdracht om dat op te lossen, dan ben ik verplicht om hem daar een kader bij aan te geven. Wat kan wel en wat kan niet? En waarom kan dat niet? Waarom kan dat niet? Waar zit hem dat in? Deze raad is competent genoeg en creatief genoeg. Maar deze raad zit in de professionaliteit van Zwolle niet te roeren in de ambacht van de ambtenaar aldaar. En ik vind het hun verplichting om ons dan duidelijk te maken waar het ermee zit. En voorzitter, als we dan kijken naar hetgeen we hier vanavond proberen te doen, en dat siert deze raad, en ik ben blij dat we daar in eerste termijn ook over gesproken hebben, is dat wij het probleem collectief omarmen en ook de gevolgen daarvan collectief accepteren. Ik heb u gezegd dat ik heel ver wil gaan met mijn fractie in het collectief omarmen van de oplossing, maar dan wel in het collectief. Ik zal geen enkel besluit durven en willen nemen, ook vanavond niet, die anders is dan dat. En daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Bossers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook mijn fractie voelt er toch voor om ons niet te beperken tot die vier denkrichtingen, maar er ook buiten te gaan. Om toch te proberen te komen, hoe dan ook, om naar die 150.000 euro daar een structurele oplossing voor te vinden. En dan willen wij ons niet beperken tot die vier denkrichtingen, want die denkrichtingen hebben we al aangereikt gekregen en die blijken, zoals wij er nu tegenaan te kijken, niet voldoende te zijn. Hier wil ik het belaten, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Laarman, aan u het woord. Dank u. Ja, het is maar net hoe je het geld uitgeeft. Simpel zat, het is niet zo moeilijk. Als je 150.000 gulden minder uit wilt geven, dan leidt dat tot een bezuiniging links of rechtsom. Wil je keuzes maken? Deze raad heeft de keuze gemaakt om de agenda van Twente mee te doen voor 5 jaar. Dat betekent dat 2,1 miljoen wil je in de agenda van Twente stoppen. Wat nu momenteel behoorlijk ter discussie staat. Ik heb al gezegd, Reizen doet niet mee. Reizen heeft geld zat, maar die ziet er helemaal vanaf omdat ze totaal geen vertrouwen hebben in die agenda van Twente zoals die nu voorligt. Hellendoorn heeft er ook haar twijfels over. Almelo kan niet betalen. Die maakt dus wel de beslissing van, oké, wij kunnen het niet betalen, dan kunnen wij niet meedoen aan de agenda van Twente. Wij moeten ook hier een besluit nemen van, hebben wij dat geld hiervoor over? Ja, dan moet je ergens iets anders zoeken waar je geld voor kunt vinden. Ik vind dat de agenda van Twente op dit moment, dat we daar niet aan mee moeten doen. En dan hebben we hier 2,1 miljoen, wat ruim voldoende is om te kijken wat de uitwerking is van de bezuinigingsvoorstellen die nu voorliggen. Hoe die uitwerking is en of dat tot stand komt. En die kunnen we ruimschoots dekken als dat niet lukt. En ik verwacht dat. Ja, toch maar. Ik verwacht dat ook hier de provincie mee akkoord gaat. De heer Smelt heeft de vraag nu. Ja, voorzitter, die laatste zin die is heel belangrijk, denk ik. Want daarvoor stond ik hier. Ik verwacht dat de provincie daarmee akkoord gaat. Ik vind het creatief dat u een concrete oplossing inbrengt. Dat hebben wij op allerlei manieren gedaan waarvan we zeggen, kan de provincie daarmee leven? Dat is nou juist de discussie. Een van de mogelijkheden is om geld te maken uit financieringen waar u over spreekt. En wij schatten inderdaad ook andere mogelijkheden zijn. Mijn vraag is simpel. Heeft u in het voorbereiden van uw amendement een check gedaan of Zwolle akkoord is met het voorstel wat u nu doet? De heer Laarman, aan u het woord. Nee, ik heb geen contact gehad met Zwolle. Ik heb louter het stuk gelezen en gekeken waar geven wij ons geld aan uit. En vind ik dat wij daar ons geld aan uit moeten geven. Of zijn er andere mogelijkheden waar je geen geld aan uit wilt geven? Als je niet voor sport bent, dan bezuinig je op de sport. Maar dat doe ik niet. Ik wil niet op de sport bezuinigen, zoals dat nu voor ligt. Dan wil ik daar eerst inhoudelijk over praten. Dus het is links of rechtsom. We zullen ons huishoudboekje op orde moeten krijgen. Zo simpel is het. Heer Smelt heeft aanvullende vraag nu. Heer Smelt, ja, voorzitter, want waar ik wat moeite mee heb, is dat het amendement waar de heer Laarman mee komt, als een soort van duveltje uit een doosje komt en er geen collectief gedragen waardeoordeel heeft overgegeven. En u heeft ons daar nu niet met geconfronteerd. Terwijl wij u vragen om in het collectief mee te denken, zou ik u willen vragen of u het amendement even wilt parkeren en u aan te sluiten met het collectief. Bent u daartoe bereid? Helemaal niet, nou, het woord. Ik kom niet eens een duveltje uit een doosje, want bij de algemene beschouwing heb ik ook dit amendement ingebracht. Bij de begroting heb ik ook dit amendement ingebracht. En het zal niet vreemd zijn dat ik nu niet met dit amendement zou komen. Want ik heb continu gezegd dat we onze begroting op deze manier niet op orde krijgen. Dat we te veel geld uitgeven. Dus daar sta ik voor. Wanneer heeft u mij dit amendement al gemaild? Doordat een ingelaast presidium is gekomen, ik wist niet wat er aan de hand was, heb ik dit amendement niet van u voorgelegd van tevoren. Oké, een laatste opmerking of vraag aan u, meneer Smelt. Als dat het probleem is, gaat u er maar even rustig over nadenken. Voorzitter, dat is de reden dat ik zeg, duveltje uit een doosje. Voor nu, voor dit moment, is dat zo. Ik wil positiviteit uitspreken over de creativiteit, maar ik wil u vragen om dat mee te nemen in de collectieve denkrichting voor de totaaloplossing. Als een verzoek aan u, meneer Laarman. Ja? Ik zal meedenken, maar ik hou mijn argument al staande. Dat is helder. Hij is ook ingediend en ik kan alleen maar door u worden ingetrokken. Ik stel voor dat we, u weet van het schorsen, dat we 5 minuten even weer als college schorsen. Ik wil echt dit traject heel duidelijk als college willen oppakken. Ik begrijp dat de opmerking die door u gemaakt is, of het verzoek, de vraag is van, is er de mogelijkheid om buiten de zoekrichtingen te zoeken. Dat is uw vraag en ik wil eventjes daarover wel weer als college het hebben. Ik schors weer 5 minuten. Goed, ik heropen de vergadering weer.
is de vergadering weer, maar dat bent u van mij gewend, van de verschillende schorsingen. Maar het gaat erom dat we tot een goed besluit komen, dat we ook met elkaar de goede dingen delen. Daar gaan we met elkaar voor. Ik mis alleen de heer Paters nog en wethouder van Abbema. Ik zou even willen wachten tot de heer Paters er is. Daar hecht ik wel aan, gelukkig. Heer Paters, ja, soms moet je even zorgen dat je weer wat tot je kunt nemen. Ik geef wethouder Scholten het woord. Aan u het woord die namens het college zal reageren. Ik probeer het kort te houden. De vraag was helder. Wij hebben een goedgekeurde begroting waarin 4 zoekrichtingen staan. Dat is ook de reden dat wij de oplossingen binnen die zoekrichtingen hebben gezocht. Maar als u aan mij vraagt, tast bij de provincie af of we ook buiten de zoekrichtingen tot een sluitend perspectief kunnen komen met andere mogelijkheden, dan doe ik dat uiteraard. Uiteraard zo snel mogelijk. Ik weet niet of het ruim voor 13 maart is, maar dat zien we dan wel. Dus u wilt eerst een antwoord op die vraag. Dat zullen wij ook het antwoord aan u doen toekomen. Ik kan alleen niet inschatten exact over hoeveel dagen ik dat antwoord heb, maar ik doe mijn best. Dank u wel. En dan als uw voorzitter. De wethouder heeft toegezegd dat hij zal aftasten, zal vragen bij de provincie of er buiten de zoekrichtingen gezocht kan worden. En nu zit ik even wat te worstelen. Ik kan zeggen van, het lijkt mij goed om deze bespreking te verdagen tot een, ik kijk ook even uiteraard rond, tot een later moment. Het kan 13 maart zijn, maar wij weten niet wanneer het antwoord komt. U zult daarover geïnformeerd worden, dan kunt u met elkaar gaan nadenken over. Dus ik stel voor dat we deze bespreking schorsen tot een later moment. En dat we dan, en dat hecht ik toch wel aan, ook weer net doen of we weer met 2 termijnen zo, dat het ook dan weer op een goede manier gebeurt. Dat wil ik u nu alvast toezeggen, dat dit 2 termijnen geldt voor dit verhaal. En we kijken op wat voor moment we verder gaan met dit onderdeel. En de wethouder zal dat navragen bij de provincie en u krijgt daarover antwoord. Ik kijk u allemaal rond, ik zie allemaal tevreden gezichten op dit moment. En ik sluit dan ook de vergadering. En ik wil, want we moeten even wat technisch oplossen voordat we verder kunnen gaan. Ik stel voor dat we om 9:30 met de raadsdebatten beginnen. En als eerste staat de sportvisie. En ik zal mijn plek verlaten als voorzitter. Want ik ben in het eerste deel van de raadsdebatten ben ik geen voorzitter. Dat kan. Dus ik sluit de raadsvergadering en over 10 minuten beginnen de raadsdebatten.